Hele goede morgen. We zijn even ontbijt aan het maken. We hebben gisteren supermarkt deze croissantjes gehaald uit de diepvries. Die gaan we nu lekker in de oven doen. Vandaag gaan we ontbijten met croissantjes. En we hebben nog eieren. Dus we gaan er lekker eieren bij maken. En kalkoen bacon hebben we meegenomen. En nog een beetje fruit erbij snijden. En that's it. En onze vriendin is er weer. Hallo! We gaan morgen dus vertrekken. Dus we moeten vandaag alles even inpakken en opruimen hier. En vandaag wordt ook echt heel erg warm weer. Tenminste vergeleken met de andere dagen. Het wordt 26 graden. Maar nu is het nog een beetje frisjes. Het is nu 21 graden. Maar straks wordt het dus warmer. Dus dan gaan we gewoon lekker buiten chillen. Dat is een beetje de planning vandaag. Oh, breakfast for champions. Dat is lekker. Echt heerlijk. We hebben hier croissantjes, eitjes, kalkoenbeken, fruit, lavashkiri, een lekker theetje. Jongens, we hebben onszelf even heel snel klaargemaakt om weer even naar de mall te gaan. We hebben gisteren iets doms gedaan. We hebben een cadeautje gehaald voor Nessie's zus. Vliegende auto. Mijn schoonzus dus. We hebben de verkeerde maat schoenen gekocht. We hebben schoenen voor haar gehaald en gewoon de verkeerde maat. Dus we moeten nu terug om een andere maat te halen. Maar... Ja, fotografisch geheugen. Ik wil een grapje maken van mijn fotografisch geheugen. Ik wil geen grap maken. Ik zeg gewoon dat je dat hebt. Ik heb een fotografisch geheugen. Dat betekent dat ik gewoon in plaatjes heel goed... Ik onthoud gewoon shit wat ik zie. Dat heb jij niet. Nee, dat heb ik niet. Maar ik zei tegen Nessie... Ik weet dat ik nog zag dat ze geen maat 41 hadden. Maar ze hadden nog wel een maat 41 en een half. Dat kan ik me nog herinneren, want ik zie die bord zeg maar voor me. Ja, maar dat komt dus door jouw fotografische beurken. Ja, maar Nessie maakt er echt grappen over. Maar dat heb ik ook. Ik zal even een voorbeeld geven, hè, want anders snap je er helemaal niks van. Ik ben op mijn 8e ben ik naar Nederland toegekomen. Hè? En nou, je zou denken van, ja, je herinnert je helemaal geen fuck van Irak. Maar ik heb wel eens tegen mijn moeder uitgelegd hoe ik dus van mijn huis in Irak naar de stad liep. En naar mijn school liep en zo. Ik kan nog zeg maar helemaal voor me zien hoe ik daar naartoe liep. Welke straat waar ik langs loop. Wat er op de markt te zien was. Ik kan het allemaal uitleggen. En dat kan ik tot de dag van vandaag. En mijn moeder vond het echt zo raar. Omdat gewoon alles klopte wat ik zei. Maar dat heeft dus te maken met mijn fotografisch geheugen. Waar Nessie heel vaak grappen over maakt. Maar dat is ook iets wat mij heeft geholpen bij mijn tentamens. Bijvoorbeeld dan las ik een boek. En dan zag ik ergens een plaatje. En denk ik, oh ja, dat was die pagina. En dan, ja, nou, dat wil ik nog even uitleggen aan jullie. Mijn gaven. Nee, weet je wat ik ook heb? Wat heb jij alsjeblieft? Vertel het ons alsjeblieft. Je hebt al lange verhalen alsjeblieft. Lekker kort zijn ze ook allemaal, hè? Zo'n korte verhaal heb jij. Het is interessant. En weet je, Nessie, we sluiten jou buiten. Ik en mijn volgers sluiten jou buiten. Ik heb ook fotograafgeheugen hoor. Nee. Wij zijn gewoon... Ik kan ook fotogeheugen hebben. We hebben heel veel gaves. Jongens, we gaan mijn geheugen testen. Is maat 41 er wel of niet? Jongens, kijk toch. Ja, maar is 41 een derde? Ja, maar 41,5 zag ik toch. Zullen we die nemen dan? Ik zei het je toch. Kijk mijn geheugen, jongens. Mashallah. Heb je het gezien gisteren? Mashallah, you are the best. It's time for a café. Oh, lekkere koffietje drinken, Mimi. Proost. Proost, Mimi. Ik zeg net tegen Nessie, wat goed dat jij geen Nutella crepe hebt besteld. Komt later die vrouw eraan na 5 minuten met zijn pannenkoek. Met Nutella en ijs. Laat me met rust, weer is de laatste. Morgen gaan we weer op dieet. We zijn weer thuis. We lopen nu richting het zwembad. Super lekker weer. Ik heb een overlevingspakket mee. Lekker zonnebrandcrème, een colaatje. Een shirtje voor als het iets kouder wordt. Want er zijn nogal veel wolken. En dan gaan we lekker aan het zwembad liggen. Lekker hoor, Nes. Oh, dit is wat we de hele middag gaan doen vandaag. Gewoon chillen. Onbeperkt chillen. Lekker hoor, Nes. Nessie ligt lekker in de schaduw. Maar ik zit in de zon. Dus ik ga lekker mezelf insmeren. En deze is met zonnebrandcrème. My fave. Daar is onze Mattie. Hey! Kijk dan. Ze gaat achter Nessie me. Kijk deze kat. Ik
ga het even oplichten voor jullie. Er zit gewoon Nessie's buik te masseren. Wat zit je met buik dan? Nee. Dit is echt grappig. Hey. We zijn net even naar de supermarkt geweest. Hebben de laatste boodschappen gedaan. Wij zijn echt zo inspiratieloos als het gaat om eten maken. En ik ga niet geloven dat wij vandaag weer gaan eten. Maar we gaan weer pasta eten. En we hebben van die mini pizzaatjes. En we hebben snacks voor morgen voor onderweg, voor de terugweg. En ja, we zijn niet heel gezond bezig. Maar goed, het is vakantie. De oven aan schoonmaken. Wij gaan weer onze lievelingspasta maken met granalen en tonijn. Hupsakee. Nou, lekker kokerellen. Echt, ik heb nog nooit zulke simpele pasta's gemaakt als nu. Nou jongens, kijk dan. Heerlijke campingvoer. Echt jongen, surviving food. Echt lekker gezond allemaal. Heerlijk. Loving life. Hey, hey, hey. Sans sucre, hè? Zo. Zo, ik heb me klaargemaakt. Een paar uur verder zijn we alweer. We hebben lekker gegeten. Ik heb me even opgemaakt. Oh, het is heel moeilijk om je met hakken rond te lopen. Ik heb me even opgemaakt en mijn haartjes gedaan. En ik heb mijn jurkje aan. Hoe kun je dat bedoelen? Ik zak gewoon door. Kijk één keer wat er gebeurt. Oké, nogmaals. Jurkje van de Zara. En mijn schoenen zijn van Naked. Ze zitten echt heel erg fijn, moet ik zeggen. We hebben vandaag echt een heel relaxte dag gehad. We hebben een paar uurtjes lekker in de zon gelegen. Ik heb ook een beetje een kleurtje gekregen. Toen zijn we daarna even naar de supermarkt gegaan. Even lekker gekookt, gegeten. Allemaal even op ons gemakje. En daarna heb ik even gedoucht en mezelf even klaargemaakt. En Nessim gaat me even zo helpen om foto's te maken. Ik heb voor zichzelf al lekker shisha klaargelegd. En als we dus zo klaar zijn met foto's maken, ga ik even lekker een theetje maken. En dan gaan we gewoon de rest van de avond eigenlijk gewoon lekker hier chillen buiten. Het is nog steeds 26 graden. Tot en met 8 uur blijft het ongeveer 26 graden. Zonder bewolking, dus dat is fijn. Ik heb vandaag trouwens weer die lipcombo op van Sephora. I like it. Ik heb nog niet eens unpacked voor jullie, hè. Oh mijn god. Misschien kan ik het nu al even unpacken voor jullie terwijl Nessie op de wc zit. Oké. Ik hoop het zo lukt. Ik ga even laten zien wat ik allemaal heb gekocht van de Sephora. Als eerst, wat ik nu op mijn lippen heb, is deze lip liner. Het is een cream lip liner van Sephora merk zelf. En dit is de kleur Copper Blush. Dus een bruin kleurtje, best wel donker zoals je ziet. En ik heb deze lipstick gekocht. Het is geen liquid lipstick. Het is eigenlijk gewoon een soort van lipgloss. Het is echt een heel mooie kleur van Kat Von D in de kleur Blossom. En hij is gewoon heel erg licht, zoals je ziet. Ik doe even nog een laagje op. En ik vond deze echt heel mooi. Ik vond deze lipcombo echt gewoon heel mooi. Oeh, ik ben laatst dus weer naar de Sephora gegaan. Ik vond deze creamy lipliner best wel goed. En hij is best wel goedkoop, want het is van de Sephora merk zelf. Dat ik nog een lichtere variant ervan heb gekocht. Oké, dus iets donkerder. Deze is iets lichter, iets meer natural voor een daily look misschien. En dit is de kleur Classic Beige. En die is ook echt heel erg mooi. Ook in combinatie met deze is die heel erg mooi. Voor de rest heb ik een cadeautje gekocht van mijn vriendin. Ik heb de YSL Parfum voor haar gekocht. Die vond ze heel erg lekker. Altijd als ik een beetje uitgeshopt ben en ik kom bij de kassa, hebben ze allemaal van die minis bij de kassa. En moet ik nog van alles halen. Nessie heeft me een beetje tegengehouden. Maar ik zag dus dit bij de kassa. En dat is de nummer 1 concealer in Amerika. Het is van Tarte. De Shape Tape Contour Concealer. En die heb ik nog nooit uitgeprobeerd. Dus ik wil hem nog uitproberen. Ik heb hem nog niet op. Maar ik ben echt heel erg benieuwd naar deze. Ik heb hem in de kleur. Waar staat dat? Oh hier. Light medium. Want ik hou er wel van als mijn concealer een tikje te licht is. Ik ben echt heel erg benieuwd. Ik heb een mini gekocht om te kijken of ik hem wel goed genoeg vind. En mocht ik hem goed genoeg vinden, dan ga ik even de grote varianten van halen. Een goede concealer is echt zo belangrijk. Ik gebruik nu die van Benefit. Daar ben ik eigenlijk ook tevreden over. Maar dit blijkt de beste te zijn. En toen kwam ik bij de parfums en kwam ik een van mijn lievelingsparfums tegen. En dit zijn dus de minis van Narciso.
Dit is Narciso Rodriguez voor haar. Het is een eurotoilet, zo'n roll-on voor in je tasje om mee te nemen. Heel erg handig, gewoon zo'n kleintje is dat. En hij ruikt gewoon super lekker. Een van mijn lievelingsgeuren. En de nieuwe variant van Narciso. Dit is de poedergeurtje ervan. Oh, dit is de Europarfum. Dit is eurotoilet en dit is Europarfum. Ook een roll-on. Ja, dus ik heb er twee varianten ervan voor in mijn tas. Altijd belangrijk om lekker te ruiken. En ik was echt verrast door één tester. Dat is deze. Van YSL. Dit is hun nieuwe mascara. En jongens, hij is echt zo abnormaal goed. Kijk, ik zal jullie even laten zien hoe die eruit ziet. Kijk, hij loopt dus zo schuin. En hij heet de Curler. En geloof me, deze doet echt zijn werk. Dus ik ga deze echt aanschaffen als die op is. Want dit is echt een gewoon perfecte mascara. Ik had het echt niet verwacht, maar het is een tester. En ik ben er zo blij mee. Ik ga het gewoon echt kopen. En voor de rest heb ik ook een NARS lipstick gekregen. Daar ben ik wat minder blij mee, want ik hou dus echt niet van rood. Geef me alsjeblieft geen rode lipstick, jongens. Als jullie mij kennen, jullie kijken naar dit. Koop nooit rood voor mij. Ik haat rood. Ik weet ook niet wat ik ermee moet doen. Ja, rood is hem gewoon voor mij niet. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet blij ben met de testers. Want ik vind echt dat ze goede testers hebben gegeven. Gewoon deze twee. Van YSL en eentje van NARS. Nou, dat is toch prima. Lekker echt gewoon de minis die ik zelf heb aangeschaft. Maar dat waren mijn Sephora aankopen. Deze meid heeft eindelijk de perfecte foto's. Yeah! Dankzij wie? Ja, dankzij de Mariama. Wow. Grapje. Dankjewel, Nessie. Kitty cat. Duurde wel echt even met foto's maken. We moesten echt gewoon het perfecte licht zoeken. En aan de ene kant is het licht, zoals jullie ook op de vlogcamera zien, echt heel erg fel. En nu aan deze kant is het weer een beetje te donker. Dus het was even zoeken, maar we hebben hem. Zal ik een theetje maken nu, Nes? Ga je daar zin in? Alsjeblieft die hakken uit doen. Ik ga even weer opkleden, ja? Heb je al gedoucht? Viespeuk. Guys, ik ga lekker weer douchen. En doe ik mijn pyjama aan. En dan ga ik mijn koffer even inpakken. En dan ben ik ready voor vertrek morgen. Ik kan niet wachten om weer terug te gaan eigenlijk. Ik mis mijn katten ook echt heel erg. Ik mis Dinari en ik mis Lira. Echt. Door de kat. Trouwens. Even mijn haar vast. We weten nu dus van wie de kat is. Dat is gewoon van de eigenaar van het huis. En die woont zelf hierachter. En dat is gewoon zijn kat. Dus dan weet je dat ook. Hoef ik me ook niet meer druk te maken. Maar jongens, zien jullie de 10 lines? Dit is voor mij echt heel bruin. Dus ik bel echt. Ik had dus vorige week deze oorbellen binnengekregen. Die ik zelf gewoon had besteld. Het zijn goldplaten. Dus ik dacht, ey, wil ik best wel wat meer voor betalen. Want het was nog best wel van een onbekend webshop. En in verhouding met andere bekende merken waren deze nog best wel goedkoop voor goldplated. Maar eentje is al stuk. Dus ik val daar echt van. En nu heb ik mezelf getrakteerd op nieuwe oorbellen. Best wel dure. Maar ik wou ze echt al heel lang. En ik heb ze dus gevonden via Selena Gomez. Het merk zelf. En die maken allemaal van die hoops in allerlei soorten en maten. En dat is eigenlijk gewoon precies wat ik zoek nu. Precies hetzelfde formaat. En ik denk door de prijs, tenminste hoop ik, aangezien ik het allemaal bij bekende sterren en zo zie, dat ze ook kwalitatief heel erg goed zijn. Want hier heb ik echt gewoon precies niks aan. Ik vind het heel jammer. Ik vind ze heel erg leuk. Maar de kwaliteit is wel gewoon echt shit. Dus we hebben alles ingepakt. Het hele huis schoongemaakt. Keuken even opgeruimd. En nu is ze even een filmpje aan het kijken. Ik had er niet zoveel zin in. Want ik kon me echt niet concentreren. En mijn vriendin was me heel tijd aan het appen. En ja, dan ben ik gewoon echt op mijn mobiel. We kunnen niet slapen. We horen rare geluiden. Maar rare geluiden. Maar gelukkig heb ik jou, hè? Je hebt echt rare geluiden. Ik zei dat ik niet meer vandaag gewoon hier slapen. Ik heb gewoon moeite met die geluiden. Ah, Mimi, je bent zo mooi. Het is gewoon een soort van boerderij. Je hoort allemaal shit. Ik heb er helemaal geen zin in. Je bent zo lief. En gezellig. Net zoals je deel te zeggen dat ik gezellig ben. Je ziet er zo gezellig uit. Waarom? Met jou wil je gewoon leuke dingen doen. Met ezels wandelen. Lekker iets gaan eten.
Lekker nieuwe tentjes gaan ze zoeken om te eten. Ja, dat is wel echt iets voor mij, hè, Nini. Ja, dan gaan we klagen als het slecht is. En dan gaan we er 5 keer naartoe als het goed is. Dus zijn we dat ook wel niet. Of 50 keer. Of 50 keer. 5 keer is veel te weinig voor ons. Oh, Mimi. Oh, ik wil echt slapen en opstaan. Ik heb nog zin om te slapen. Leuke avonturen met jou altijd, hè. Ja. Oh, wat jij maar. Vind je het leuk dat ik weer elke dag vlog? Wat zeg je? Vind je het leuk dat ik weer elke dag vlog? Ja, ik vind het heel leuk. Waarom dan? Ik kijk het ook altijd. Ik like je video's. Ik hoop dat de mensen het thuis ook doen. Nou, jongens. We gaan proberen te slapen. Ben je wakker? Gaat niet goed, hoor. We kunnen gewoon niet slapen. Dat is echt zo'n vies geluid de hele tijd. Laat zien hoe het eruit ziet. Wil je dat laten zien? Dit is ons plafond. Kijk. You see my hout. Je hoort ook die glas daar. Ja, ook een flikkie film. Ik vind een beetje eng. Alles kraakt. Ik weet niet wat het is. Ik heb het gevoel alsof er 20 muizen hier doorheen lopen. Dat is echt goor. Ach, hoor je dat? Ik zie het niet. Nu lijkt het wel echt. Is het een mug? Is het een mug? Die is dood. Wij hebben iets ontdekt tijdens deze reis. Tenminste, een wijze les voor ons. Wat dan? Wij gaan niet meer oude huizen huren. Nooit. Een beetje. Ja. Niet echt fijn. Wij zijn gewoon scheiterds wat betreft geluiden en zo in de nacht. Daar houden we echt niet van. Nee. Maar. Hoe laat is het nu? Weet ik niet. We moeten wel vroeg opstaan, hè? Ben je nog kapot zomaar? Ik wou het zo goed al ochtend was. Ik kan het. Moet nog slapen. Met al dat gekraak. Gaat denk ik nog een filmpje kijken of zo. We waren dus laatst met die ezels weer gaan lopen en toen hadden Nesme en ik met elkaar besproken dat we dus later, dan heb ik toch wel 3-4 jaar, ik denk over 3-4 jaar, hè, hebben we zelf ezels gaan kopen, 2 oh, ezels. Shit. Wat? Ja. En dat we dan wel een soort van, ja, geen boerderij. Maar gewoon zo'n alleenstaande huis dan moeten kopen. Wel een beetje afgelegen. En dan dat we dan dieren kunnen kopen. Zoals ezels vinden wij leuk. En geitjes vinden wij leuk. En dat soort dingen. Ja, daar worden wij echt gelukkig van. Dus. Zeker. We zijn gewoon dierenmensen. Dus dat is wat wij wouden. Maar ja, nu ik hierin zit. Ik weet ik wel dat ik niet zo'n soort huis zou willen. Ik zou dan wel echt iets moderns. Ik ben echt gewoon heel te bang. Ik kijk er heel te omheen. Ik word er echt scheidsziek van. Ja, dat ik dan wel een soort van moderne boerderij. Ja, het is eigenlijk wel een boerderij, maar je hebt hier dieren. Echt zo moderne, met hoog plafond en zo. Dat is denk ik wel echt onze eindgoal. Met zwembad. Hoor je dat? Fucking goor. Horen jullie dat? Ik ben het echt zo zat, mensen. Ik heb geen zin meer. Dus die in de hagen dus. Maar dit is gewoon de hele nacht door, hè?